Goedendag en welkom bij dag 2 van week 8 van de Summer Sunday Challenge. Vandaag is een beentraining en we starten met hamstrings. We beginnen met een seated leg curl. Nou, belangrijk is bij de seated leg curl, je ziet mij in een best rare positie zitten. De meeste seated leg curls zit je ongeveer een beetje zo, lekker onderuit gezakt. Daarmee ga je vaak meer je onderrug gebruiken. Probeer echt trots recht op te zitten. Je ziet mij echt bank vasthouden, trek jezelf naar beneden. En probeer echt je hamstring samen te knijpen. Je zal waarschijnlijk tot 90 graden komen. Misschien komen sommigen iets verder. Maar dan voel je je hamstring echt heel hard samentrekken. Als je je handen vlak naast je benen kan zetten, kan je zelfs met je duim kan je hamstring voelen aanspannen. De tweede is de adductor machine. Zelfde houding. Trots rechtop zitten. Rugleun hadden ze er net zo goed af kunnen zagen. Die heb je echt niet nodig. Blijf zitten. Ga trots zitten. En duw voornamelijk vanuit je enkel de kussens naar elkaar toe. Probeer niet alleen je bovenbenen te gaan, maar vanuit je enkel. Daarmee voel je gewoon een heel stuk meer van je binnenkant van je bovenbenen die je wil aanspannen. Nou, je ziet ook duidelijk mijn ademhaling. Ik blaas uit als mijn benen naar elkaar toe komen. Ik adem in als mijn benen uit elkaar gaan. Probeer op het moment dat je bij elkaar bent, probeer hem dan zeker wel 1 of 2 tellen goed vast te houden. Dan gaan we naar de leg press. Deze variant is met de voeten laag. Dat gaan we ook in het schema doen. Dus je ziet, Naomi heeft haar enkels zo laag mogelijk op het platform gezet. Waardoor zij dus een grotere range krijgt in de knie qua buiging. Waardoor je veel meer je bovenbenen belast. Zet je ze hoog neer, maak je knie een minder grote hoek. Ga je meer in je billen en je hamstrings voelen. Deze is vanavond bedoeld voor je bovenbenen. Dus zet hem laag. Kijk hoe ver je kan zakken. Op het moment dat je merkt dat je billen en je onderrug van het kussen afkomen, zak je te diep. Dus probeer minder ver te zakken dan. En voel gewoon wanneer je dat punt is. Dat is jouw eindpunt. Dat is de range die jij kan tijdens deze oefening. Ja, een slokje. Oké, gaan we naar de Smith Machine Squats. Zet je voeten iets breder dan schouderbreedte. Draai je voeten een klein stukje naar buiten toe. Wat je doet, eerst gaan je knieën naar voren en dan zak je door je heupen heen zo diep mogelijk als je kan met een rechte rug. Ga je jouw bekken kantelen, zak je te diep. Maar stop voor het moment dat je gaat kanten. Heb je hier best moeite mee? Wat je het beste kan doen is gewoon je telefoon inzetten en even een videootje maken van je rug. Dan kan je heel duidelijk zien wanneer je zo'n beweging krijgt dat je heup en een keer naar voren kantelt. Dat wil je dus niet doen. Hebben we weer de hanging leg raises. Die komen heel vaak nu terug in het schema. Dus het belangrijkste is weer bovenbenen tegen je borst aan. Ellebogen goed vastzetten, hou je handen goed vast. En probeer echt zo hoog mogelijk te komen. Hoe hoger je komt, hoe beter. En je mag zelfs een beetje gooien om hem omhoog te krijgen. Oké, en de laatste oefening is de standing calf raises. Je ziet, ik rijk helemaal naar beneden met mijn enkels. Ik kom omhoog en dan duw ik omhoog. Als je goed kijkt, als je naar mijn linkerbeen kijkt, kom omhoog. En dan zie je die zijkant, die schuine lijn komen. Als je het goed doet, zie je hem daar opspringen. Dus dan weet je precies dat je je kuit aan het aanspannen bent. Dus je komt heel hoog. En bij iedereen, of je moet wel echt een heel vet percentage hebben, dan komt hij er wel doorheen. Want je gaat echt zien als je hard aanspant dat daar een spanning komt. Dus je kan het heel duidelijk zien. Dus volgens mij pas boven de 35% vet ga je het niet zien. Daaronder zie je het altijd als je maximaal aanspant. Alleen de eerste keer dat je daar waarschijnlijk komt, krijg je echt kramp in je kuiten. Dat is heel erg zwaar. Dit was de training van vandaag. Heel veel succes en tot morgen.